Welkom bij Zapsport. We zijn op dit moment... Wacht even voor jongens. Handtekening! Kijk eens, wat is dat? Wat zeggen jullie? Mogen we een handtekening? Vooruit dan maar, kom hier. Nee, niet van jou, Sari van Veenendaal. Oh, niet van mij? Nee. PSV is Eindhoven. Ja. Ja, maar natuurlijk. Nou, stap maar in dan. Welkom bij Zapsport. Dat daar is de mark van Bobbel Trainingsveld. En dit is het Sadis van Veenendaal bankje. Ga maar even zitten hier. Nee, dat is helemaal niet zo. Maar goed, stel je heel even voor, want wie ben jij? Ik ben Amy. Amy. Jasmina. Jasmina. Nora. En Nora. En jullie zijn heel groot fan van? Sadis van Veenendaal. Echt? Ja. Waarom is Sadi dan eigenlijk zo'n goede keeper? Omdat ze goed overzicht heeft op het veld en goed kan duiken. Ze kent heel veel technieken goed. En ja, ik vind het gewoon knap dat ze zo goed is. Ze kan duiken en heel goed keepen. En het is een speciale dag, toch? Ja. Waarom is het een speciale dag? Omdat Sadi van Veenendaal jarig is. Ik heb een taart geregeld omdat ze jarig is. Ja. Hebben jullie een cadeautje voor haar meegenomen? Nee. Slecht voorbereid. Hey jongens, kom, we gaan. Daar komt die bal van Veenendaal. En daar komt de poging. En weer van Veenendaal. Zij houdt Oranje op de benen. Sari! Hallo! Ah, wat leuk. Ja? Welkom! Leuk, hallo! Kijk, wat dat. Stel je gelijk even voor, je bent... Nora. Hallo Nora. Ik ben Amy. Amy. Jasmina. Jasmina. Ik ben Sari. Ja, en zij weet alles van jou. Hè? Ja. En een van hun wist mezelf te vertellen dat jij jarig bent. Ja. Ja, het is vandaag jarig. Ja, dat klopt. Dus gaan we. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de glorie. Ja. Ja, ja, wat leuk. Bestie. En met arbeidjes. Sibberdiep. Hoera. Deze kan voor jou zijn. Ah. Ja. Maar dan moet jij wel even de meiden helpen, want die hebben een groot probleem. Nou, dat moet lukken. Dat moet wel lukken. Goed. Ja. Dan neem ik deze twee meiden even mee. Jullie krijgen de opdracht om even goed op de taart te letten. Oké. Okay. Er zijn mensen die daarvan willen snoepen en dat mag niet. Zo, goed opletten op deze taart. Ja. Kijk, ik kan alles zien wat je weet. Ja. Pas op, hè. Ja. Pas op. Oké, nou, goed zo, daar kom ik. Ja, Jasmin, vertel eens. Jij hebt een grote wens. Wat is die wens? Om later in Sari van Veenendaal schoenen te staan. Precies, en... dat heb je. Jij wil later graag in haar schoenen staan. Ja. En je wil? 1-1 beter kunnen leren. Ja, een beetje 1-1 leren. Ik heb die nog nooit geproefd. Ah, nou, dat is echt lief. Maar ze gaan dat merken. Dat merken ze sowieso. Nee. Wat gaat er mis als het 1-1 is? Word je in paniek of wat gebeurt er dan? Ja, dan scoren ze super vaak. Nou, zal ik even op je afkomen dan dat jij... Kijk, toch wel, hè? Stel maar goed. Ga ik eens kijken hoe je dat doet, vanuit het midden. Dus gewoon, doe maar alsof ik er niet ben. Oké, nou, dan kom ik aan, Jasmin. Dus ik kom... Oh, zo, zo. Oké, nog één voorbeeldje. Ja, hoe voel je me? Ja, mwah. Goed, hè? Nou, mwah. Dat ging hartstikke goed. Goed zo, goed zo. Ah, daar kunnen we wel wat mee. Ja. Wat merk je nou eigenlijk? Hij komt op je afdribbelen en dan? Ja. Wat denk je? Ja, dan ga ik gewoon erop af zo. Ja? Maar dan scoren ze toch nog, want dan gaan ze zeg maar voorbij me dribbelen. Voorbij gaan ze. En dan ben ik te laat bij de bal. Ja, oké. Okay. Dus dat heb je ook in je hoofd al? Ja. Oké, okay, nou dat, aan het einde van deze training ga je dat niet meer denken? Nee, dat... Dan denk je, als zij op mij afkomen... Dan ben ik daar. Als die camera aan stond. Nee, maar die staat niet aan, mij volgens mij. Niet op. Nee, laat maar zitten. Maar dit zien ze niet zo. Kijk, wat ik net bij jou zag, is dat je eigenlijk gewoon doorloopt. Ja, schiet maar. En je blijft eigenlijk lopen. Dus er is geen moment dat jij stil kan staan en dat je kan gaan bewegen. Ja. Want als je nog aan het lopen bent, dan is het moeilijk om nog iets te doen. Twee dingen nu. Stilstaan.
En? Net die kant of die kant. Nou, een kant toe. Precies, een kant op dwingen. Ja. Een kant op dwingen. Ja? Ja? Gaan we nog een keer proberen. Ja, en nu sta je stil, ga je iets opzij, ja? En naar de bal toe, juist. Ah, ja. Juist. Kijk, nu kan hij niks doen. Stop, stop. Oh, dan word ik die kant op. Kijk, en nu ga je. Oh. Kijk. Zie je? Ja. Ik weet niet of het daar goed gaat. Moment, ik ben zo terug. Hoe gaat het? Goed. Ja, oh, wat is hij mooi. Ik vind die arbeid lekker. Nou, goed zo. Niemand geweest, neem ik aan? Nee. Die zijn top, top bezig. Jasmin, je moet niet lief zijn. Hè? Je moet je tanden laten zien, zoals zij. Hop, zo meteen staan. Zo, precies, toch? Even laten zien dat je haar op je tanden hebt, toch? Ja. Is jouw gebied, kom gemuis tussen. Goed, ik ga nog een keer proberen. Oké, kom, gaan we eerst naar achteren nog? Ja. Oké, eerst rustig. Oh. Ja, stap je naar rechts? Moet ik die kant op? Ja, nu ga je. Oh. Goed. Kijken of we hem ook de andere kant op kunnen doen. Wachten. Ga je het naar links? Oh, moet ik die kant op? En nu ga je. Oh. Goed. Oh. Zie je elke keer op het moment dat hij hem eigenlijk iets te ver voor speelt, lig jij er bovenop? Ja. Dit gaat goed komen, denk ik, hè? Ja, natuurlijk. Er komt hier niemand meer tussen uiteindelijk. Jij gaat al die mensen die op je afkomen een kant op dwingen. En uiteindelijk pak jij die bal. Ja. Toch? Ja. Heel goed. Nou, dat is deel 1. Deel 2. Dat is taart eten, of niet? Nee, ze willen in jouw schoenen staan. Als jij dat nou even verregelt, dan ga ik even kijken hoe dat met dat taartje gaat. Ik ben zo terug. Dames! Ja, wat is dit? Nee, dat hebben wij niet gedaan. Dat is echt waar. Toen wij hier al stonden, was dat er ook al. Beetje je hand ervoor. Deze hand? Ja. Je ziet toch dat er een klein hapje uit is? Ja, mond erop. Oké, kom, we gaan ook even kijken hoe bij de taart is. En dat gaat goed hier? Ja. En hoe voelt het? Ja, wel goed. Dat voelt goed, hè? Dat voelt fantastisch, toch? Ja. Ja. Nog een beetje groter, hoorde ik. Dus nee, maar dat maakt niet uit. Maar dit is, je bent nu even Sarie van Veenendaal, toch? Hey. Ja, lekker hoor. Nou, oké, we gaan het wisselen. Noorda is 8 jaar. 8 jaar toch, Noorda? Ja. Ja, mooi shirt heb ze aan, hè? Nou, je zou toch bijna denken dat jij voor PSV bent? Ja, nou is Noord best wel klein. Is dat lastig? Nou ja, vind jij dat lastig? Ja. Want om hoge ballen tegen te houden. Dus dan moet jij heel hoog kunnen? Springen. Ah. Precies. En we kunnen er natuurlijk niet groter maken dan ze is. Dat is toch eenmaal zo, hè? Dus, waar het ook een beetje probleem is, zijn de... Penalties tegenhouden. Ja, penalties tegenhouden. Nou, is haar droom heel graag om een keer een penalty op jou te mogen schieten? We kunnen op zich een stukje nemen, maar zorgen dat hij niet doorheeft. Hier is iemand uitgeschoten met de slagroom, dus op zich... De penalty tegenhouden begint eigenlijk al als de scheidsrechter gefloten heeft dat het een penalty gaat worden. Ja. Want dan weet, dat is jouw moment dat je denkt, nou, kom maar op. Dus eigenlijk moet je eerst even heel stoer gaan staan. Zo met je schouders. Weet je, je handen in je zij. Weet je wel, zo van, kom maar op, maak je maar eens heel groot. Juist. Ja. Oh, kijk. Zo, ja. Ja, dit scheelt 3 centimeter, hoor. En dan zeg je maar eens, kom maar op. Kom maar op. Juist, zie je? Ja, doe ik. Daarna ga ik heel lang naar iemand zijn ogen kijken. Dan ga ik eigenlijk gewoon zo staan. Ja. Ja, lach. Je lacht nu. Je lacht. Ik kan niet. Ik kijk naar de ogen. Weet je waarom? Ja. En dan mag je niet doorvertellen. Er zijn altijd spelers die dan heel lang naar één kant gaan kijken. Gaan ze heel lang naar die kant kijken, weet je zeker dat ze hem daar niet gaan schieten. Ah, juist, juist. Ga jij staan vast? Ja, ga maar staan. Zal ik ze schieten? Dit is wel een beetje te groot. Zullen we naar een andere goal gaan? Ja. Dat is beter, hè? Doe een andere call. Neem ik er 2 ballen mee. Ga er maar vast heen. Gaan we daarheen. Het is wel raar, dit, hoor. Oh, oh. Ja, dat is ook wel raar, hè? Oh, wat lekker was dat, zeg. Dat is een hele goede taart, echt waar. Het staat ook op camera, hoor. Ja, maar het is mijn camera, dus dat laat je niet zien. Let op de taart. Oké, ga ik eerst eens kijken naar hoe je afzet. Dus ik gooi de bal aan die kant. En dan ga jij springend naar die bal duiken. Ja? Ja, heel goed. Kom maar nog een keer. Komt-ie. Ja.
Oké, als je hier al staat. Ja. Ja? En de bal komt. Dus Ron gooit zo de bal. Ja. Ja? Dan is het belangrijk dat ik die kant dus voor een schuine lijn vooruit maak. Ja. Ja. Zie je dat? Dus ik kom hier uit. Ja. Dus ik steek eerst mijn handen naar voren uit. Nu hoef ik er alleen nog maar achteraan te vallen. Ja? Ik doe hem er één keer voor. Oké. Ja. Nou jij. Dat is een goede tip. Juist. Kijk. En nu gaan we proberen te duiken. Bijna, bijna. Zorg dat je hand er wel achter komt. Dus je duwt hem gewoon lekker naar de zijkant dan. Klaar? Juist! Hij moet eruit getikt worden. Ready? Kom maar op. Juist. Noor, is hiermee jouw probleem opgelost? Nee, ik wil nog één penalty op Sari nemen. Hier zit een stukje waar geen slag gewoon is. Ja, dat heeft Ron gedaan. Dat weet ik zeker. Laat je niet intimideren. Laat je niet angstig maken. Come on! Ja! Hoe is het mogelijk? Reken erin! Goed! Goed gedaan hoor. Goed zo. Ja. Ik denk wel dat het goed komt met jou. Ik denk het ook wel. Bedankt dat ik hier wil komen. Dank je wel. Graag gedaan. Ik ben zo terug. Ja. Jij bent aan de beurt. Ja. Oh. Oh. Jongens. Het staat op beeld. Dus nu de laatste keer dat daar niet meer aan zitten. Nee. Hou je het in de gaten? Kom, we gaan. Ja! Ja! Sari, dit is Amy. Nou, je ziet het wel, keeper. Hè? Wat wil jij graag? Leren zweven. Leren zweven. Zweven in de goal? Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja, omdat ik dat nog niet kan. Ah, het is belangrijk, hè, zweven, denk ik, hè? Ja, het is wel, wel lekker als die bal dan net zo naar de zijkant gaat... dat jij daar ziet er ook de heel bal mooi. Er nog zo lekker uit kan tikken. Ja, kan je dat gaan leren, denk je? We gaan even kijken wat je kan, maar... Ja, kom, we gaan... Dat wel moet lukken. Neem we de grote kool weer? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben wel benieuwd wat je ook kan. Gaan die kant op gooien en dan ga ik eens even kijken hoe ver je al komt. Ja? Ja? Steek klem vast ook, zag je dat? Ja. Ah, kijk. Ja, jij kan er wel wat van, hè? Ja. Ik zie het al. Ik denk dat het voor jou belangrijk is. Huh? Jij gooit er even Ik ga hem weer gooien. Onderwee. Dus in je afzet zit, bal volgen, lichaam volgt. Oké, nou, komt-ie. Kijk, wat je eigenlijk nu nog ziet... Ja. Is dat je te snel nog naar de grond gaat. Dus eigenlijk zet je niet af. Ja. Maar je ziet de bal wel gaan. Je wil er ook wel heen. Maar op het moment dat je afzet, val je eigenlijk om. Ja. En wat je eigenlijk moet doen, is deze benen gebruiken... Ja. Om de hoogte in te gaan. Meer hoogte. Ja. Ja, 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 beter. Het is zo'n kwestie van veel doen, hè? Heel veel doen. Heel veel ballen, oefenen, elke dag. Oefenen, 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 elke dag oefenen, oefenen, oefenen. Toch? Ja. Maar ik heb gevraagd, willen jullie op het taartje letten? En wat gebeurt er? Niemand. De bal pakken. Hè? Oh, jij hebt het gedaan. Helemaal wel. Nee, echt niet. Jawel, dat komt door jou. Ligt. Wat is dit dan? Ja, dat komt door jou. Nee, dat komt echt niet door jou. Dat komt door jou. Nou, weet je... een hapje. Ja, oké. Neem ik deze. Neem een hap. Ah, hoe gaat het hier? Goed. Jouw vriendinnen hebben een hap van die taart genomen. Ja? Van mijn taart? Van jouw taart. Ik heb drie keer gezegd, daarom al vier keer gezegd, dat het niet aankomen. En wat doen ze? Op mijn verjaardag. Op jouw verjaardag zitten ze gewoon een stuk... Zullen we even, heel even, kom maar. Ja, dit. Dus? Nee, het rond. Nee, maar... Ja. Kijk ja, even. Gewoon, wacht. Ik vertrouw hun. Ja, natuurlijk. Het staat op camera. Jij hebt
Jongen. Vraag je toch, jongens. Let even op de tafel. Jij hebt hier ook een beetje slagroom. Ja. Weet je wat, ik ga hem net halen, ik ga hem aansnijden en we gaan hem allemaal opeten. Goed? Hij zal zijn leven in de glorie. Dat zijn we überhaupt weten, joh. Nou, dit wordt wel een gezellig partijtje, jongens. En er zijn geen bordjes meer. Lang zal ze leven. En de gewoon. Lief. Gezellig, ja. Dani, dankjewel. Hè. Tot volgend jaar. Doei, doei. Bedankt, jongens.